Deze video gaat over opgavebespreking van geofysica voor VWO bovenbouw. Nou, we beginnen met de eerste opgave. De buitenmantel en de binnenmantel van de aarde bestaan uit hetzelfde materiaal. Leg uit waarom de buitenmantel meer vervormbaar is dan de binnenmantel. Nou, dat heeft te maken met de druk. De druk in de buitenmantel is lager dan in de binnenmantel. Dat betekent dus dat in de buitenmantel de deeltjes minder op elkaar worden gedrukt dan in de binnenmantel. Ja, en dat betekent dus dat ze makkelijker vervormbaar zijn. Want in de binnenmantel worden al die deeltjes zo hard op elkaar geplet dat vervorming eigenlijk niet meer mogelijk is. Dat wordt heel star. Goed, in figuur B7, dat is deze, zie je een grafiek van de druk in het inwendige van de aarde als functie van de diepte. Dus dit is de diepte en dit is de druk. Geef met verticale stiplijnen aan de grenzen van de aardmantel en de aardkern. Nou, hier zie je dat. Hè? Daar lopen ze. En dat kun je weten als je weet hoe diep dat je moet gaan voordat je de mantel en de binnenkant waar tegenkomt. En die waarden vind je gewoon in het boek. Nou, om een idee te krijgen van de druk in de buitenkern, doe je in gedachten een experiment. Je gaat berekenen hoe groot de massa is die je op één pixel van je telefoon zou moeten leggen om dezelfde druk te krijgen als in het centrum van de aarde. Ga uit van een scherm met een afmeting van 8,86 cm bij 4,98 cm. Dan bestaat het 1136 maal 640 pixels. Toon aan dat de oppervlakte van 1 pixel dan 6,0 met 10 tot de min 9 meter is. Nou, eerst ga je het oppervlak van de scherm bepalen natuurlijk, dat doe je met lengte en met breedte. Die zijn allebei gegeven, die worden die omgezet in meters zoals je ziet. En dan vermenigvuldigen ze met elkaar en dan krijg je de oppervlakte in vierkante meter. Nou, hier staat die. En dat is precies de waarde die je... dat is niet deze waarde, want dat is voor 1 pixel, dit is voor alle pixels bij elkaar. Hoeveel pixels zijn er dan? Nou, 1136 maal 640, dat zijn er dus zoveel. Als je die twee dan op elkaar deelt, deze delen door die, dan krijg je de oppervlakte voor 1 pixel in vierkante meter. Hier wordt dat gedaan, dus zoals je ziet, er komt precies de juiste waarde uit. Die werd gezocht. Oké. Een bepaalde massa die op een pixel van je telefoon zou moeten leggen om dezelfde druk te krijgen als in het centrum van de aarde. Nou, dat moet je berekenen met de drukberekening met kracht delen de oppervlak. Nou, dan moet je wel de kracht hebben. Die kracht die kun je uitrekenen met, als zwaartekracht is dat, hè, maar massa maal g. Nou, zo kun je dat dus doen. Oké, gaat die. De druk die is gegeven. De oppervlakte is gegeven. Dan kun je de kracht er dus uit bepalen. En die kunnen we later terug gebruiken om de massa te bepalen. Zo gaat het. Ja. Nou, hier is dus de druk gegeven. En die kun je uit de binnens halen of uit het boek. En deze is de oppervlak. Die hadden we al berekend in opgave C. Dus dat komt hier vandaan. Nou, F is dan niet met elkaar vermenigvuldigd. En wat is dan de massa die erbij past? Nou, je weet dus de zwaartekracht. Je meet G, die is 9,81. Dus dan deel je die op die. En dan komt er 223 kilogram uit. Gaan we naar opgave 2. De aarde bestaat uit een aantal lagen. In deze opgave vereenvoudig je de aarde tot een homogene bol. Zoek in de binnens de straal en de massa van de aarde op. Nou, het is tabel 31 allebei. Hier staan bij die waarden. Staan hier opgeschreven zoals je ze kan zien. Toon aan dat de gemiddelde dichtheid van de aarde gelijk is aan 5,1 nou, enzovoort. Deze waarde dus. Goed, dat ga je dan doen. Je moet de dichtheid bepalen, dat gebeurt hier, dat doe je met massa en volume. De volume die kun je bepalen, want het is een bol, dus 4 derde maal pi tot de derde is dat. Die staat ook in de binnenste, tabel 36b bij de wiskundeformules. Nou, oké, gaan we dus met de straal van de aarde die opzoeken, dat is hier al gedaan. En de massa van de aarde die is ook al opgezocht, dat is hier gedaan. Dat was allebei in A, dus die kun je allebei gewoon invullen. Nou, eerst maar even volume, 4 derde maal pi van R tot de derde macht. Hier staat die waarde die opgezocht is voor de straal. Nou, als dat in je rekensysteem staat, komt er dan dit uit. Die gebruik je vervolgens in dichter is massa gedeeld door volume. Massa hebben we al opgezocht, die staat daar. Volume hebben we net uitgerekend, die staat hier. Dus die vul je allebei hierin. Dat is hier gedaan. En als je dan op je rekensysteem uitrekent, komt die waarde eruit. En dat is precies de waarde die je moet aantonen. Ja.
Dan C, in de BINAS tabel 8 zie je dat de dichtheden van ijzer en nikkel minstens 50% groter zijn. Leg uit waarom dat de gemiddelde dichtheid van aarde veel lager is dan die van de kern. Dat heeft natuurlijk te maken met het volume van de kern. Er is maar een klein deel van het hele volume van de aarde. En in de kern is de dichtheid natuurlijk het grootst, maar daarbuiten is de dichtheid minder groot. Dus als je daar dan het gemiddelde allemaal van neemt, dan kom je dus lager uit dan het volume, of de dichtheid van ijzer en van nikkel. Ja? Of dat de andere lagen van de aarde ook meespelen. Als je de gemiddelde dichtheid van de kern zou bepalen, ja, dan zou die waarschijnlijk wel heel erg in de buurt zitten van de dichtheid van nikkel en ijzer. Maar dat wordt niet gevraagd. Oké, gaan we naar 3. Boven het aardoppervlak is het smeltpunt van ijzer bij een druk van P is P lucht, neem ik aan. Even opnieuw. Boven het aardoppervlak is het smeltpunt van ijzer bij een druk gelijk aan de luchtdruk, neem ik aan. Of de druk, dat is moeilijk te lezen. Gelijk aan 811 kilogram. Het smeltpunt van ijzer neemt min of meer evenredig toe met de druk, zoals je in figuur B8 kunt zien. Dus min of meer rechte lijnen, nee, niet helemaal. De druk in de buitenkern varieert tussen de 140 en 310 GP's. Oké. Dat is gigapascal natuurlijk. De temperatuur in de buitenkern varieert tot 5063 graden Celsius. Neem aan dat de buitenkern redelijk ijzer bestaat. Toon mij bijvoorbeeld van de figuur aan dat ijzer in de buitenkern zich in vloeibare fase brengt. Nou, dan ga je die twee punten opzoeken. 5000 graden, dat hier is dat gedaan, hè. Dan moet je maar even Kelvin maken, komt er 273 bij. Dus dat is hier, en dat is dan bij een druk van 140. En dat was deze, de laagste van die twee natuurlijk. En hier heb je een druk van 310, en dat is bij die 6300 Kelvin. Dus oké, bij die 310. 6300 Kelvin moet je ook even, graad Celsius moet je ook even Kelvin maken, komt er 273 erbij, dus dan krijg je dit punt. Nou, je ziet dat allebei die punten liggen boven de lijn. Onder de lijn is het vast, boven de lijn is het vloeibaar, en op dit punt is het smelten bezig. Op deze lijn is het smelten bezig. Dus A en B zitten allebei in de vloeibare deel. Nou, in figuur B9, dat is deze, zie je een schematische tekening van een seismografische bodemonderzoek. Een trilpaad zendt hierbij golven uit in alle richtingen. De golven hebben een gemiddelde voortplantingshelling van 2,8 km per seconde. Op een bepaalde diepte zit een breuk in de bodem, waar tegen de golven weer kaatsen als tegen de spiegel. Hier zie je dat. Hè? Van irratie is ook van terugkaatsing. Dat werkt dus blijkbaar ook bij dit soort golven. Oké, op tijdstip is 0 wordt een drukgolf uitgezonden. Geofoon B, dat is die, bevindt zich op een afstand van 1 km vanaf de trilplaat, dat zal horizontaal zijn. En registreert na 4,3 seconden de weerkaatse golf, berekende diepte waarop de breuk ligt. Nou, oké. Dat kun je doen met de stelling van Pythagoras natuurlijk. Ja, dat gebeurt hier zo meteen, want het is een driehoek. Dus gaan we zo meteen doen. Maar je moet eens even kijken van hoeveel afstand er nou eigenlijk wordt afgelegd. De snelheid van die is gegeven 2,8 km per seconde. De tijd die nodig was, die was 4,3 seconden. Dus dan kun je uitrekenen hoeveel meter in die tijd wordt afgelegd. Hier S is helemaal T, hè. Snelheid en tijd. Hier maak je even meters per seconde van natuurlijk. Nou, dan komt er uit 1,204 × 10⁴ meter. Dat is dus de afstand van de bron tot aan B. Dat is dus deze afstand. Deze afstand is dus 12.004 meter is dat dan. Oké, als je dan wel weet wat de diepte is, dan moet je de helft van deze nemen. Natuurlijk, hè, want je gaat een driehoek nemen. Dus het is de helft. Deze weet je, dit is een kilometer, dus het is een halve kilometer. Nou, die ga je dan allebei invullen. En dan hou je deze natuurlijk over. Nou, hier gebeurt het allemaal, hè. Hier is de snelheid. Jawel, de diepte is de halve afstand hier. Dat is deze. In het kwadraat. En die twee samen zijn dan deze in het kwadraat. Ja, dat is die. De halve S die we net hadden uitgerekend. Dus, nou, hier wordt het ingevuld. De diepte in het kwadraat is dus een halve maal die 1 kilometer. Dus haakjes in het kwadraat. En die moet ik optellen, is gelijk aan de helft van de waarde die we net gevonden hadden in het kwadraat. Nou, dan doe je nog even het rekenwerk. Dit reken je uit, dit reken je uit. Haal je van elkaar af natuurlijk. Haal je de wortel uit, krijg je deze 6,010 tot de tweede meter. Dus dat is 600 meter.
Door de resultaten van eerdere geofoons te combineren, neemt de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling in verhuur B9 toe. Natuurlijk geen nog een reden waarom een rij geofoons wordt gebruikt in plaats van maar één. Ja, dat kan natuurlijk een beetje, je kan natuurlijk van alles tussen zitten. Hè? Als het niet een mooie steen is, maar bijvoorbeeld er zit een breuk in, zoals hier staat, of er zit ander materiaal tussen, dan krijg je natuurlijk afwijkingen. En hoe meer geofoons je gebruikt natuurlijk, hoe kleiner dat die afwijking wordt. En als ze verstandig zijn, zetten ze aan de andere kant, zetten ze er ook nog een rij neer natuurlijk. En in alle rijrichtingen, dus niet alleen maar horizontaal, dikke naar rechts, maar ook naar achteren en naar voren en schuin. En door al die dingen dan te combineren, kom je dan tot een nauwkeurig antwoord. Dat is al paragraaf 1 4 klaar. In het volgende filmpje gaan we verder met paragraaf 2.